Hallo dames en heren, super tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe video. Mijn naam is Enzo Knol en dit is mijn tweelingbroer Victor Fischer van Ajax, het eerste. Verder niks meer over te zeggen, het is gewoon een beast op het veld. En misschien ook wel een beast in de crossbar challenge die we gaan doen. Hierachter liggen 1, 2, 3 ballen. Wij gaan om de beurt gaan wij schieten. Eerst Victor, alle drie de ballen. Daarna ik, alle drie de ballen. En we gaan kijken wie er het vaakst de lat kan raken. Ben je er klaar voor? Oké, ik ben heel erg benieuwd. Ik ga hem inmaken, man. Let's go. Victor Fischer die is heel even gaan lunchen. Hoe het er nu voor staat, Enzo staat voor. En dames en heren, ik had het nooit verwacht. Ik heb al zeker weten langer dan 6 jaar geen voetbalschoenen aangehad. Dit is gewoon pure geluk. Ik weet het, jullie wilden dat al typen. Ik geef jullie groot gelijk. Nu is Victor Fischer heel even gaan lunchen. Straks komt hij weer erbij. En dan ga ik proberen om zo vaak mogelijk de lat te raken. Nu ben ik heel erg benieuwd of jullie een beetje opvallen. Ja. Als jullie allemaal mooi op een rijtje gaan staan, mogen jullie allemaal één keer proberen om op de lat te schieten. En als je op de lat schiet, dan kom je in mijn video. Goeie deal. Okay, let's go. Er zijn nou een stuk of 6 mensen, 7 mensen geweest. Ze schieten wel hoog, maar... Dames en heren, dit is gewoon de winnaar. Hij is de enige van al deze gasten die heeft geraakt. Dus het is echt wel even een held. En nu ga ik een wedstrijdje tegen jou doen. We hebben hier 3 ballen, 2 grote en 1 kleine. Als jij nou vaker op de lat schiet dan ik, dan krijg je van mij een knolpauwpakket. Dus dat is een pet, een t-shirt en een vest, oké? Okay? Oké, kom maar. Oh. Jullie gunnen het mij niet, hè? Ja. Oh, toch wel. De laatste bal, dames en heren. De bona. Maar ik ga jij steun. Kom erbij. Je hebt het goed gedaan. Ik krijg van mij alsnog een knolpauwpet. Ja? Niet deze, maar een gloednieuwe. Victor die gaat ze hopelijk nu al raak schieten. Ik denk dat het mijn geluksdag is. Ik denk dat het mijn geluksdag is.
kom op, man. Ja, ik zit ook een beetje vol. Als ik win. Is goed. Ja, echt? Is goed. Als ik win. Is goed. Dat je die deal nog durft te maken. Onder druk kan ik niet presteren, had ik niet moeten doen. Nee. Ga je dat weer ook een keer zeggen als ik wist? Absoluut, absoluut. Ja, kijk. Je hebt zulke mooie schoenen. Ik raad het niet, hè. Dat moet je wel weten. Ja. Ik ga er niks mee haken. Totdat ik raak. Hoeveel rondjes gaan we doen totdat ik raak, zegt hij. Oh my god, ik had het nooit verwacht. Het staat 4-0. 4-0. Mm. Tot hoeveel punten gaan we? Jij mag het zeggen. 5, 6, 7. Maar als ik eerst warm moet worden. Heb je tijd genoeg? Ik heb tijd genoeg. Ik ga tot 10. Ik ga tot 10. Oeh, je legt de lat hoog. Als je snapt wat ik bedoel. Dat is joh. Als ik ze alle drie raak, dan win ik nog niet, maar het komt wel in de buurt. Even een vraagje aan Victor. Presteer je beter onder druk of als je gewoon helemaal relaxed en er staat niks tegenover? Ja, het beste is natuurlijk als je onder druk relaxed kan blijven. Oh. Maar dat is de kunst. Dat is de kunst. Zet hem op. Dat is de kunst. Kijk hoe rustig je bent. Ik ga het afmaken. Ja? Dan doe ik mijn schoen uit. Dus
gewoon een afleiding zo. Yes! Dik verdiend. Dames en heren, ik vind dat je het alsnog goed hebt gedaan. Ik vind het, ik vond het even minder vandaag, maar alles mijn best gedaan. Laten we dan nog één dingetje doen. Ik leg 3 ballen neer. Ja. Ik sta op doel. Ik ben namelijk, toen ik wat kleiner was, voetballer geweest. Toen heb ik tegen Ajax gespeeld, als keeper zijnde. Heb ik verloren van Ajax met 3-1. Maar dat houdt in, 3-1, 3 ballen. Nu moet jij ervoor zorgen dat je ze alle 3 bij mij in de goal kan scoren. Zonder schoenen. Wel zonder schoenen, want die zijn nu al van jou. Succes bij Ajax nog. Komt goed man. Shoutout naar Victor Fischer. Ik zou zeggen, doe een blauw duimpje omhoog, want het is wel heel erg sportief dat hij meedeed. En ik had het nooit verwacht. Ik had eerlijk gezegd me al overgegeven aan jou, dat jij had gewonnen. Maar misschien ooit later nog een keer. Dat dacht ik zelf ook wel, maar overtuigend zelf. Overtuigend. Thanks. Knol Power.